Omdat ja, ja, dat is wel interessant, want er was nog een andere vorm van steun. De Russen komen helpen. Ja. En dat is wel wrang. Een land verderop wordt nu in puin geschoten. Ja. Maar nu gaan ze helpen puin opruimen in Turkije. Hoe kwam dat bij onze minister van Buitenlandse Zaken binnen? Ja, dat is natuurlijk pikant. En tegelijkertijd heeft overigens Turkije de afgelopen maanden vaak een bemiddelende rol gespeeld, ook tussen Rusland en Oekraïne. Heeft bijvoorbeeld daar waar het ging over die graandeal een heel belangrijke bemiddelende rol gespeeld. Maar eerlijk is eerlijk, het zou een illusie zijn om te denken dat Poetin niet ook dit weer door een geopolitieke lens bekijkt. Vanuit Turkije begrijp ik heel goed dat je, ja, als al dit verschrikkelijks aan de hand is, dat je dan, je wil maar één ding, en dat is zoveel mogelijk van je eigen mensen helpen. Dus natuurlijk. Ze accepteren de hulp. Zelensky had ook hulp aangeboden. Zelensky heeft ook, zijn gelijk van start gegaan. Ja. Tel Aviv is direct van start en dat is gegaan. Precies, want dat Mitsotakis dat ook doet. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, toch niet zonder spanning tussen beide buurlanden. Griekenland. De oude rivaal. Precies. Ja. Dus daarvan hoop je dan in ieder geval ook dat juist leidt tot meer in plaats van minder verbroedering.